Welkom bij deze meditatie. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over het gesprek met Nicodemus naar aanleiding van Johannes 3, vers 1 tot en met 21. Ik wil dat gedeelte eerst met jullie gaan lezen. Johannes 3, vers 1 tot en met 21. En er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben, en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel nedergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet op de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de schriftlezing. Wij leven op twee verschillende manieren en het contrast tussen die twee komt in dit gedeelte duidelijk naar voren. We hebben een stoffelijk leven en een geestelijk leven. Het stoffelijke leven is ons lichaam dat in de baarmoeder van je moeder groeit totdat je na een maand of 9 geboren wordt en verder opgroeit. Je lichaam wordt opgebouwd en onderhouden met de stoffen die je via je eten en je drinken binnenkrijgt. Je bestaat voor zo'n 60% uit water, 19% uit vet, 15% uit eiwitten
en dan nog wat mineralen zoals kalk voor je botten. Je leeft je leven en dan komt er een moment dat je sterft. Sommige mensen leven meer dan 100 jaar, anderen sterven heel jong. Maar vroeg of laat komt er een moment dat het is afgelopen. Je wordt begraven, je lichaam wordt afgebroken en alle stoffen dienen weer als bouwstoffen voor planten en dieren en komen ook weer in de lichamen van andere mensen terecht. Uit stof ben je gemaakt en tot stof zul je wederkeren. Daarnaast heb je het geestelijke leven. Dat is begonnen toen God jou schiep en eindigt nooit meer. Als je hier op aarde sterft, dan gaat niet het licht uit, dan blijft je ziel ergens. Waar dat is, daar zijn twee mogelijkheden voor. Of je komt voor eeuwig in de hemel, waar je voor altijd gelukkig zult zijn, bij de Heere, of je komt in de hel, waar je voor eeuwig pijn zult lijden en waar je nooit meer uit zal kunnen komen. Dit is zo zwart-wit als het klinkt. Er is geen tussenweg, geen compromis. Of je wordt voor altijd behouden, of je gaat voor altijd verloren. Wij kunnen ons over heel wat aardse dingen druk maken. Is mijn gras net zo groen als dat van de buurman? Ga ik mijn trein niet missen? Kan ik mijn rekeningen volgende maand nog wel betalen? Wat vinden mijn vrienden van me? Zit mijn haar wel netjes? Maar al die dingen hebben alleen maar effect in de korte periode dat we hier op aarde rondwandelen. Na dit leven hebben ze geen enkele betekenis meer. Waar wij ons echt druk over zouden moeten maken, is de cruciale vraag: waar gaat mijn ziel heen na mijn overlijden? Kom ik in de hemel of kom ik in de hel? Al het andere waar we ons mee bezig kunnen houden, valt totaal in het niet bij deze vraag. Het antwoord op deze zo belangrijke vraag is iets dat duidelijk wordt tijdens ons aardse leven. Jezus legt aan Nicodemus uit wat er voor nodig is om in de hemel te komen en niet in de hel. Daarvoor moet je opnieuw geboren worden. Dat betekent niet dat je op een of andere manier moet zien terug te kruipen in je moeders baarmoeder om dan nog maar een keer geboren te worden. De geboorte van je lichaam is een stoffelijke geboorte. Wat je nodig hebt is een geestelijke geboorte. Geestelijk gezien ben je dood als je niet in de Heere gelooft. Als je tot het ware geloof komt dat Jezus Christus ook voor jouw zonde gestorven is, dan word je daarmee geestelijk geboren. Geestelijk gezien begint op dat moment het echte leven. Vers 16 wordt wel gezien als een samenvatting in één vers van het evangelie. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Om behouden te kunnen worden, vraagt God van ons geen prestaties. Dat is niet alleen weggelegd voor een kleine groep hele vrome mensen. Als het van onszelf zou moeten komen, dan gaan we allemaal verloren. Wij zijn van nature allemaal geestelijk dood. Er is niemand die uit zichzelf God zoekt. God zoekt ons. Hij trekt ons erbij door ons te vervullen met zijn Heilige Geest. De Heere zelf werkt het geloof in ons hart. En als we dan geloven, dan is dat ook genoeg voor ons behoud. Goede werken horen erbij, maar zijn geen voorwaarde voor ons behoud. Het gaat alleen om het geloof. Wij hoeven er zelf niets aan bij te dragen.
Het is puur genade. Er wordt wel gezegd dat geloof niet zonder goede werken kan, en dat klopt op zichzelf ook. Maar de goede werken zelf leiden niet tot je behoud. Het evangelie wordt vaak onderverdeeld in 3 stappen: ellende, verlossing en dankbaarheid. Wij moeten eerst inleren zien hoe zondig we zijn, dat het ons ook niet één dag lukt om zonder zonde te leven, dat we als het van ons zou moeten komen, reddeloos verloren zouden zijn, allemaal. Als je begrijpt hoe ernstig onze zonde is, dan kun je ook beter begrijpen hoe groot het wonder van de genade is. De verlossing door Jezus Christus, de Zoon van God, die de straf heeft gedragen voor onze zonden. En als je dan inziet wat Jezus voor ons gedaan heeft, dan zou het onbegrijpelijk zijn als dat zich niet uit in goede werken. Dus de goede werken maken geen deel uit van de verlossing, maar van de dankbaarheid. De verlossing komt puur van het offer van Christus. Wij hoeven het alleen maar te geloven. Tot zover deze meditatie. De Heere zegene jullie.